leuk dat je weer kijkt naar Podiumvisie. Een hele tijd geleden, we kunnen eindelijk weer beginnen. We hebben een nieuwe opening vandaag met nieuwe eigenaren, dus het wordt echt vet gruwelijk. Hiernaast me staat Luc. Hallo. We gaan het vanaf nu samen doen. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel erg zin in. Jij dan? Ik heb er ook heel veel zin in. Wat denk je, wat verwacht je van vanavond? Denk je dat het druk wordt? Vet gezellig? Wat ik van vanavond verwacht? Nou, een nieuwe opening dus. Ik hoop dat het heel druk wordt. Het wordt in ieder geval heel gezellig. Gaan knallen met z'n allen, dat sowieso. Kijk, daarom. En omdat Luc nu, omdat we het vanaf nu samen gaan doen, gaat hij een paar mensen gratis entree geven. Dus dat gaan we nu even doen. Kijk, rij. Ben ik een goede kerel? Kom eens even hier, jongen. Kom eens even hier. Ik ben een goede kerel. Hij vindt mij een goede kerel. Ja, jij bent een goede kerel. Dus hebben wij iets speciaals voor jou. Wij gooien jou gewoon gratis naar binnen vandaag. Ja, is het goed? Goed? Ja, mooi. Nog meer mensen gezien. Deze. Dames, mag ik jullie even wat vragen? Willen jullie gratis naar binnen? Jullie twee? Jullie drie? Hun drie gratis naar binnen? Kijk, hoeveel hebben we er nu? We hebben er nu vier, dus nog twee te gaan, denk ik. Nog twee. Hier nog twee. Nou, ga even de munten en dan gaan we naar binnen? Dan gaan we naar binnen. Tot zo! Hallo, leuk dat jullie kijken naar Podium TV. Ik sta hier met de gestoorden uit het noorden. Yo. Jongens, hoe is het? Ja, goed. Goed. Andere kant ook goed? Ja, zeker. Goed. 100%. Mooi. Wat vonden jullie van het optreden? Ja, leuk. Goed. Het ging wel hartstikke loos. Ik vind de zaal echt prachtig, joh. Prachtig. Het is echt opgeknapt. Mooi geluid, of niet? Ja, hartstikke goed, joh. Zelf nog van het podium geblazen, of... Het ging wel hard. Ging hard, ja. Je zat nog even flink te spinnen met die platen. Ja, ging lekker, toch? Ja, ging supergoed. Super. Wat staat erop? Wat verwachten wij van jullie? Dit is gewoon alle nummers die we hebben geproduceerd toen we ermee bezig waren. En hebben we allemaal op een cd gedaan, zodat dat dan af is. En dat je gewoon weer met nieuws kan beginnen, weet je. Oké, jullie staan er allemaal op? Allemaal. Ja, jullie zijn met z'n vieren. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, dat is mijn broertje. Ja, het is heel makkelijk om dat gewoon bij elkaar. We zaten gewoon vroeger altijd met elkaar op school, zeg maar. We kennen elkaar van vroeger en in principe daar is het eigenlijk mee begonnen. Een goede band en uiteindelijk daarna goede muziek maken samen. Ja, dat. Ja, het is. Even zeggen, daar heeft de Osdorp Possie even daar natuurlijk wel aan meegeholpen. Ja, nou, dit was het met de gestoorden uit het noorden. Ze gaan hier nog even lekker chillen, jongens, toch? Zeker toch? Ja. Mooi. Alle gestoorden uit het noorden, eerste voorstelling. Koop die shit, zou ik zeggen. Achter mij staat DJ Waxfiend. Die gast is vet. We gaan even een beetje checken wat hij doet. Kom mee. Dat is hem. Dat is Waxfiend. Hij is lekker. Maar hiernaast me zit dus DJ Waxfiend. Ik zeg het goed, hè? Zegt het goed. Applaus. Heel fijn. Yay. Heb je een leuke avond gehad? Wat vond je van de publieksfeer? Het is gezellig, man. Het is een gemixt publiek. Jong en oud, alles door elkaar. En die mensen gaan los op van alles. Ze gaan los op house, ze gaan los op Baltimore, ze gaan los op hiphop en R&B. Beetje dancehall. Is wel dope. Het is wel gezellig. En je kent Mani ook, toch? Want Mani is een beetje de resident hier in Podium. Hij vindt die heel leuk, hij kan goed draaien. Maar jullie kennen elkaar, toch? Al lang. Eigenlijk een van de eerste plekken toen ik begon met draaien, 8 jaar geleden. Daar had Mani me gebracht om daar te beginnen met draaien. Dat is in de kade, R&B Beach Parties. Dus ik ken hem al lang. Dat was dope vroeger, dus het is leuk om weer samen te draaien met hem weer. Ja, toch? Ja. Je had het er wel voor over, je hebt een leuke avond gehad. Ja, was gezellig.